In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 500 mensen te horen dat bij hen een Hodgkin-lymfoom is vastgesteld. Dikwijls komt dat omdat ze naar de dokter zijn gegaan met een bult in hun hals, in hun oksel of in een van de liezen. Een Hodgkin-lymfoom komt relatief vaak voor bij jongere mensen. Onder de microscoop wordt een Hodgkin-lymfoom herkend aan de zogeheten Reed-Sternberg-cellen. Dat zijn reuzencellen die zijn vernoemd naar hun ontdekkers. Thomas Hodgkin was de eerste arts die in 1832 de kenmerken beschreef van een bepaalde vorm van kanker in het lymfestelsel. Daarom werd die vorm van kanker naar hem genoemd. Alle andere vormen van lymfeklierkanker, en dat zijn er tientallen, heten om die reden non-Hodgkin-lymfomen, dat wil zeggen niet door Thomas Hodgkin ontdekt. Met een opvallende blijvende bult ga je al gauw naar de dokter. Maar een Hodgkin-lymfoom kan ook ontstaan in lymfeklieren die in de borst of in de buikholte liggen. Dan merk je pas dat je ziek bent als je bovenmatig gaat zweten, langdurig koorts hebt of veel gewicht verliest. Ook pijn bij het drinken van alcohol en onverdraaglijke jeuk zijn symptomen die erop kunnen wijzen dat er sprake is van een Hodgkin-lymfoom. Ik was wezen snowboarden. En een paar dagen later kwam ik tot de ontdekking dat ik aan de linkerkant een verdikking had in mijn nek. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die heeft me toen doorverwezen naar het ziekenhuis, omdat hij het toch niet vertrouwde. Ik had nog nooit van de ziekte van Hodgkin gehoord. De huisarts had een verwijsbriefje meegegeven. En er stond iets met lymf op. Of zoiets dergelijks. En toen weet ik wel achteraf van mijn moeder dat ze toen wel op internet is gaan zoeken. Na het onderzoek bleek dus dat ik uitscheiding had tussen mijn longen en achter in mijn nek. Dus dat kwam dus neer op 3 locaties waar de tumoren zaten. Mijn behandelingen bestonden uit 3 chemokuren en 23 bestralingen. En die chemokuren die bestonden dus uit 2 delen. Dus ik heb in totaal 6 keer aan het infuus gelegen. Op het moment dat ik behandeld werd, vond ik inderdaad de misselijkheid wel echt vreselijk. Heb ik wel echt als iets heel vervelends ervaren. Omdat ik gewoon heel erg ziek was, maar het was niet alleen dat. Ik vond het bijvoorbeeld ook heel erg dat ik kaal ging worden. Dat vond ik op dat moment ook wel een van de ergere dingen van de chemo's. Mijn vriendinnen die zeiden dat ook gelijk tegen mij van, oh wat erg, dan word je kaal. En niet wat erg, want je hebt kanker, maar je wordt kaal. Ja. Dr. Ellie Luchtenburg is internist in het Erasmus Medisch Centrum, waar Ainsley Slikkenveer is behandeld. Zij is als hematoloog gespecialiseerd in ziekte van de lymfeklieren, het bloed en het beenmerg. De diagnose Hodgkin-lymfoom wordt bij zo'n 450 tot 500 patiënten per jaar in Nederland gesteld. En daarmee is het een tamelijk zeldzame ziekte. Het komt vooral voor op de jongere leeftijd. En dat is op zich heel bijzonder. Namelijk bij jongeren tussen de 20 en de 35 jaar. Maar ook bij ouderen komt de ziekte wel voor. De oorzaak van het Hodgkin-lymfoom is niet bekend. We weten wel dat de ziekte ontstaat in de zogenaamde B-lymfocyten. Dat zijn speciaal soort witte bloedcellen die met name voorkomen in de lymfeklieren. En dat is ook de plek waar de ziekte ontstaat, in de lymfeklieren. Dan kan op zich de ziekte zich verspreiden van lymfeklier naar lymfeklier. En op een gegeven moment zou de ziekte zelfs naar de milt kunnen gaan en van daaruit bijvoorbeeld ook naar andere organen. De behandeling van het Hodgkin-lymfoom is eigenlijk afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst van factoren die te maken hebben met de patiënt, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de patiënt, de conditie van de patiënt. Wij noemen dat eigenlijk bepaalde risicofactoren die ook te maken kunnen hebben met de ziekte. Hoeveel lymfeklierstations bijvoorbeeld zijn er aangedaan en dergelijke. De behandeling van het beginstadium van de ziekte is een combinatie. Dat is altijd een combinatie van chemotherapie gevolgd door bestraling. En de chemotherapie is polyklinisch. Mensen krijgen een aantal kuren, meestal 3 tot 4.
En die worden dan gevolgd door bestraling van het aangedane gebied. Dat wil zeggen daar waar de ziekte zich in het begin bevond. Een uitgebreider stadium van de ziekte wordt altijd behandeld met chemotherapie. En alleen die patiënten waarbij de chemotherapie onvoldoende heeft gewerkt, daar volgt dan nog bestraling. De mensen zijn genezen na zo'n behandeling, maar wij zijn wel alert op het ontstaan van eventuele complicaties op de latere termijn. Want wij weten van vroeger, toen de behandeling wat anders was, dat mensen op de langere termijn inderdaad helaas late complicaties kunnen krijgen van de ziekte. En die worden met name veroorzaakt door de radiotherapie. En daarbij moet je eigenlijk denken aan bijvoorbeeld het ontstaan van secundaire tumoren. Daarmee bedoelen we dat mensen nadat ze dus genezen zijn van het Hodgkin-lymfoom een andere kwaadaardige ziekte kunnen krijgen. En er kunnen complicaties optreden door ziekte van het hart. En daarbij moet u denken aan gebreken aan hartkleppen, maar ook bijvoorbeeld aderverkalking van de kransslagaderen. Gelukkig zijn de overlevingskansen van patiënten met een Hodgkin-lymfoom heel erg goed. Dat wil zeggen, als er sprake is van zo'n beginstadium van de ziekte, dan kunnen wij zo'n 90% van de mensen genezen. Dus dat wil zeggen, de ziekte komt dan nooit meer terug. En bij zo'n vergevorderd stadium, gelukkig hebben die mensen ook een goede genezingskans. Die is iets lager en ligt zo ongeveer in de orde van de tussen de 70 en de 80%. Ik heb 2 keer in het jaar contact met mijn artsen. Moet ik op gesprek komen, moet ik ook voor bloedonderzoek. De ene keer met mijn hematoloog, de andere keer met mijn radioloog. Maar daarbij heb ik ook nog om het jaar een CT-scan of een röntgenfoto. En een MRI-scan van mijn borsten. Toen ik klaar was met mijn opleiding, ben ik eigenlijk direct mijn eigen schoonheidssalon begonnen. Samen met een tante. Ik heb gewoon hele goede kansen gekregen om direct voor mezelf te beginnen. En dat ben ik gaan doen en dat doe ik nog steeds. Ik heb inmiddels al een paar jaar een goedlopende salon. Tot 90% van de mensen die met een Hodgkin-lymfoom wordt geconfronteerd, overleeft deze ziekte en krijgt hem nooit meer terug. Ook Ainsley Slikkevier is weer volop aan het werk en droomt van de uitbreiding van haar schoonheidssalons tot een hele keten. Het staat vast dat iemand die goed op de hoogte is van wat hem te wachten staat, het ziekteproces beter verdraagt dan iemand die zich afsluit voor informatie.